ben ik niet een echte autokenner, maar ze vertellen me dat dit een golf is. En dat dit een breedtegolf is. En dat dit een lopende golf. Bestaan hier ook lopende golven? Ja, en daar gaan we het dit keer over hebben. Kijk, een lopende golf ontstaat bijvoorbeeld in een waterpoel. Als je daar een steen in gooit, dan ontstaan er cirkels en die cirkels breiden zich uit. Het zijn golven in het water en die lopen naar de buitenkant toe. Lopende golf. We bekijken niet in het water, maar in een koord. Ja, denk je voor, een koord opgebouwd uit knikkers en al die knikkers zijn verbonden met een touwtje. Als één knikker omhoog gaat, trekt hij de knikker naast zich mee omhoog, maar dat duurt even natuurlijk voordat hij verder gaat, vandaar dus dat er een vertraging is. En we gaan even naar één knikker kijken. Ja, dus die ene knikker, die gaan we bekijken. Wat doet hij? Oké, we laten hem weer verder lopen. En zie je dus dat die ene knikker, die gaat omhoog en naar beneden toe. Het voert een halve trilling uit. Het gaat niet met de golf mee. En zo'n golf is dus in feite een trilling die zich van links naar rechts verplaatst. Maar de trilling zelf, de knikker en het koord, de waterdruppels in het water of de luchtmoleculen, die bewegen in principe niet echt met de golf mee. Koord, water, lucht, dat wordt het medium genoemd van waar de golf zich in beweegt. Nou, die golf die beweegt zich dus, in dit geval gaat hij van links naar rechts en al die knikkers die bewegen zich dus loodrecht op die bewegingsrichting. Dit soort golven, dat noemen wij transversale golven. Een transversale golf, dan gaat de golf de ene kant op en het trillend deeltje, ja, daar gaat er loodrecht op. Je hebt ook andere soorten golven. Kijk, dit is een stukje lucht. En dit zijn de luchtmoleculen. Nou, wat gebeurt er? Kijk, die luchtmoleculen die gaan nu naar links en naar rechts. En dan zul je zien dus, ja, je ziet dus dat er een verdikking is. En die verdikking gaat van links naar rechts. Ja, er is trouwens ook een verdunning die van links naar rechts gaat, maar die verdikking, dat kun je beter zien. Als je hier dan weer eens één luchtmolecuul eventjes goed bekijkt, ja, dan zul je zien, ja, dat als je de trilling weer loslaat, ja, die ene molecuul gaat eerst naar links en daarna naar rechts en voert een trilling uit. Kijk, en nu gaat hij met die verdikking mee, maar hij gaat niet mee. Niet verder mee. Ja, hij blijft op zijn plaats. Ja, en hier heb je dus dat de bewegingsrichting van de golfberg, ja, van een verdikking eigenlijk, die gaat nog steeds van links naar rechts. En het trillend deeltje, ja, dat beweegt ook in dezelfde richting, maar hij blijft natuurlijk wel op zijn plek zelf. Maar de trilbeweging is nu gelijk aan de bewegingsrichting en dit noemen we een longitudinale lopende golf. Ja, dat de trillingsrichting hetzelfde is als de trilling zelf. Een golf in koord heeft één lijn waar hij langs beweegt, dus het is eendimensionaal. De golf in een wateroppervlak, het woord zegt het al, oppervlak, die is tweedimensionaal. Hij kan twee kanten op, naar links, naar rechts en naar voren en naar achteren. En bijvoorbeeld geluid is ook een golf en die is driedimensionaal, die kan alle kanten op. Voor geluid, ja, hebben we een aantal zaken. Het is in lucht en in lucht zijn de golven altijd longitudinaal. Dat is een longitudinale golf. En van geluid weet je iets, namelijk in bina's kun je opzoeken wat de snelheden zijn. Dus de snelheid weet je en dan kun je gebruiken om bijvoorbeeld een afstand te meten. Ja, je zendt een geluid uit, het weerkaatst en komt terug. En als je dan de tijd opmeet en de snelheid haal je uit bina's, dan kun je de afstand berekenen, namelijk afstand is snelheid keer tijd. Je gaat natuurlijk wel heen en weer terug, dus dat betekent dat de afstand dan wel eventjes gedeeld moet worden door 2. En dan weet je dus de afstand tussen de sensor en het object. Een heel belangrijke toepassing hierbij is een afstandsmeting in het lichaam, de echoscopie. Ook hier is bina's weer van belang. Kijk, daar rechtsonder Ja, daar staat de snelheid in vruchtwater. Maar vruchtwater praktisch hetzelfde als water zelf. Zie je, dat is nog gewoon een 1500 meter per seconde. Je ziet trouwens ook dus dat de geluidssnelheid in lucht, denk je dat het snel is, maar het is traag vergeleken met vloeistof en helemaal traag vergeleken met vaste stof. Ja, in vaste stof gaat geluid veel, veel sneller dan in lucht. Terug naar de koord, naar de lopende golf. We starten weer eventjes en er ontstaat weer een berg, maar als het deeltje wat aan het trillen is nu niet eens stopt, maar gewoon doorgaat met trillen, dan zie je dus dat er in plaats van een berg ook nog een dal ontstaat. En na het dal, als je doortrilt, ontstaat er weer een berg. En etcetera, etcetera. Kijk, dan komt er weer een dal bij. En zo kan je dus gewoon doorgaan. En dan ontstaat er dus een typische golfvorm. En daar gaan we even naar kijken. Zo'n typische golfvorm. En die heeft een bepaalde eigenschap. Namelijk dat je een begin heeft. Nou ja, typische eigenschap. Maar goed, we noemen dat een golfkop. En die golfkop die verplaatst zich dus naar rechts toe met een bepaalde snelheid. De golfsnelheid. En we kijken eventjes naar die golf. En er is een bepaalde afstand die ontzettend belangrijk is bij een golf. En dat is de afstand waarbij zo'n golf zich steeds herhaalt. Dus één berg en één dal samen die vormen een afstand en dat noemen we de golflengte. Symbool voor golflengte is de Griekse letter lambda en het is een lengte. Dus de eenheid van lambda van golflengte is natuurlijk gewoon de meters. En de afstand is één berg en één dal. Maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, goh, het is de afstand tussen twee bergtoppen of twee dalen, maakt niet uit. De afstand blijft gelijk. Hoe lang doet de golf over één golflengte? Nou, één golflengte is waar hij zich in herhaalt. Daar is er weer een herhaling. Dus hij doet precies één trillingstijd over één golflengte. Dan gaan we eventjes een beetje weer naar beweging toe. Ja, ik weet dat snelheid is te berekenen met afstand gedeeld tijd. Als ik nou voor afstand precies één golflengte invul, dan weet ik dus dat de bijbehorende tijd precies één trillingstijd is. Invullen krijg je dus dat de snelheid, de golfsnelheid, is lambda gedeeld door trillingstijd. Of 1 gedeeld t is natuurlijk hetzelfde als maal f. En dit zijn de belangrijkste formules, of eigenlijk formule, het is eigenlijk één formule, V is lambda keer F, is de belangrijkste formule bij golven en trillingen. Onthoud deze ontzettend goed. Nou, kijk, we hebben hier de golf. Ja, dat stukje, ja, hoeveel trillingen heeft hij uitgevoerd? Nou, dat stukje heeft natuurlijk totaal niks uitgevoerd. Oftewel, 0. En de golfkop is nog steeds een aantal trillingen 0. We kunnen zeggen de fase van de golfkop is 0. Ja, hij staat op punt te beginnen, maar hij is nog steeds 0. Nou, dit is altijd voor de golfkop. Golfkop heeft altijd de fase 0. Hoe groot is de fase van dit deeltje? Nou, hij heeft precies een kwart gedaan. Ja, dus een kwart, je moet in feite dus hier kijken van, niet van, goh, wat ligt er allemaal achter? Nee, wat ligt ervoor? Want dit stukje, dat is hier geweest. Ja, de rest komt nog. Dat weet je nog niet, maar hij komt er wel. Dus dit stukje is een kwart golf. Dus hij heeft een fase van een kwart. Hetzelfde als deze. Ja, hier is de fase een half. Daar is hij drie kwart. Die is weer 1. En zo kun je dus gewoon doorgaan met de fase. En de kop natuurlijk, eventjes op de andere plek, fase is 0. Als we nou hier even de golflengte bij doen, dan zul je zien dus dat als de afstand één golflengte is, dat dan het verschil in de fase, ja, ik hoop dat je dat ziet, iedere keer precies 1 is. Kijk ook hier, ja, fase van de ene kant is 3 kwart en op de andere kant is de fase daar 1 3 kwart. Kortom, 2 punten op afstand van één golflengte, was de faseverschil tussen die twee punten is altijd 1. En zo kun je natuurlijk ook zeggen van, nou weet je wat, als het nou 2 lambda verschil is, dan is het faseverschil 2. En een wat andere afstand, 37,13, dat is het faseverschil altijd, nou daar heb je het al, 37,13. Kortom, in het algemeen, als twee punten op een bepaalde afstand delen, maakt niet uit wat, noem x, wat is dan het vaarverschil? Dan moet je kijken van hoeveel golflengtes zitten er in die afstand, oftewel x gedeeld door lambda. En hier kun je gebruik van maken om van een willekeurig punt P te weten te komen wat is de fase van punt P. Dus niet faseverschil, maar fase. Hoe doe je dat? Nou, allereerst kun je uit de figuur ophalen hoe groot is de golflengte. Ja, dus die meet je op. Of je kunt dat natuurlijk ook berekenen als je snelheid weet en je weet de trillingstijd of frequentie. Daarna ga je opmeten wat is de afstand van P tot aan de kop van de golf. En daarna kun je het faseverschil berekenen. En dat doe je met wat we zo net hebben gedaan. Je weet afstand, x, en dat deel je door lambda. En het faseverschil hier is ook tegelijk de fase van punt P. Waarom? Omdat de kop van de golf, ja, de kop van de golf heeft fase 0. Dus als je het faseverschil berekent, dan heb je dus ook tegelijk de fase van punt P. Op die manier kun je de fase van een willekeurig punt P in een golf berekenen of bepalen. Stel nu dat in een koord er een golf komt van links, maar ook tegelijk van rechts. Dan krijg je een botsing, oftewel ze zullen elkaar beïnvloeden. En twee of meer golven die elkaar beïnvloeden, dat wordt genoemd interferentie. Soms ook wel superpositie, maar we zullen vooral interferentie gebruiken. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, eventjes deze koord en ga één punt bekijken. Nu gaat er dus een golf van rechts komen. Zo, even stoppen. Ja, en op dit moment zal dat ene punt beginnen te bewegen en hij zal dus omhoog willen gaan. Als er nou ook een golf van links tegelijk komt, zo, nou op die manier, en die wil hem ook omhoog hebben. Nou, dat gaat mooi, hè? Dan gaan ze bijna hetzelfde doen, oftewel die twee zullen elkaar mooi gaan versterken. Ja, een klein stukje verder. Ja, zo, mooi. Ja, en dan zie je, het past precies. Ja, en betekent dus dat hij een stuk omhoog gaat vanwege rood en een stuk omhoog gaat vanwege geel. Oftewel, de uitwijking wordt verdubbeld. Als we nu nog een klein stukje verder gaan, links en rechts. Zo, een klein stukje verder. Dan zie je dus dat ze elkaar precies opheffen. Ja, beiden staan op 0. Oftewel, dat trillingspunt, ja, dat gaat natuurlijk ook op 0. Hè? Rood zegt van op 0, geel zegt op 0, dan doet hij dat wel. Gaan ze nu weer een stukje verder. Zo, dan zie je dus dat ze elkaar weer precies overlappen. Oftewel, hij gaat vanwege rood naar beneden en vanwege geel naar beneden toe. Oftewel, die uitwijking wordt ook weer verdubbeld, maar dan naar beneden toe. Oftewel, die twee golven, ja, die zullen elkaar steeds precies overlappen. En betekent dus dat ze een versterking hebben, oftewel de uitwijking wordt dubbel zo groot. Dan iets anders. Stel je voor, die golf van links komt zo en van rechts gaat die zo. Ja, dan zal dus rood zeggen van nou, doe mij maar omhoog. En geel zegt van, doe mij maar omlaag. Ja, dan wordt het moeilijker. Kijk, hij doet niks. En als je nou nog een stukje verder gaat, nou, nog niks. En zo gaat het natuurlijk constant verder. Ja, hij blijft iedere keer precies tegengesteld. Oftewel, die twee golven die doven elkaar volledig uit. En dat is dus interferentie, versterking of uitdoving. En dat gebeurt bijvoorbeeld geluid. Ja, twee luidsprekers A en B. We zetten ze even aan. Zo, komt het geluid uit. En dat geluid doen we met een frequentie van 1000 hertz. En met 20 graden Celsius. 20 graden Celsius kun je namelijk in Binance opzoeken hoe groot de geluidssnelheid is. En dan zie je dat die 342 meter per seconde is. Dan weet je de snelheid, je weet de frequentie, dus kun je de golflengte berekenen. Want, wat was ook weer de meest belangrijke formule? Precies, V is lambda keer F. Dus lambda is V gedeeld door F. Nou, dat is makkelijk, deel door 1000 is dan dus 0,342 meter. Ja, 34,2 centimeter. En wat nu als ik in het punt ga zitten recht tegenover de luidsprekers? Dan komen dus twee geluidsgolven aan, dus zal daar interferentie zijn. En Dan is de vraag van ja, interferentie, zal daar nou een versterking of uitdoving zijn? Nou, we hebben nog één ding nog niet gedaan. Kijk hier, in fase. Dat betekent in fase dat als er bij A een berg wordt verzonden, dan is er bij B ook een berg. Of als bij A een dal, dan bij B ook een dal. Nou, je ziet, ik heb dus bij A en B even een berg getekend. En ze gaan natuurlijk met dezelfde snelheid naar dat punt toe. Dat betekent dus dat ze tegelijk daar aankomen. En zie je dus dat er twee bergen tegelijk aankomen. Oftewel, ik heb er versterking. Nou, er is geen weglengteverschil, dus is er versterking. Goed, we schuiven het een beetje omhoog, zodat het punt recht tegenover A komt. En we kijken weer van, wat gebeurt daar? Versterking, uitdoving, misschien is er tussendoor. We zien van wel zo dus dat het geluid uit A minder lang onderweg is dan bij B. Wat gebeurt er? Wel, we gaan bij beiden weer een berg laten verschijnen. En die gaat dus naar dat punt toe. En het is zo, omdat A dus dichterbij zit, dat de berg van A eerder er is dan de berg bij B. Oftewel, het is nu niet meer een overlapping. Wat gebeurt er? Nou, dan moet ik weten hoe groot het weglengteverschil is van A naar het punt en van B naar het punt. Eerst eens van A naar het punt. Hoe lang moet hij daarover doen? Nou, dat staat eronder. Kijk, dat is die 2,84 meter. En hoe groot is de afstand van B tot het punt? Nou, je ziet hier al een prachtig mooi driehoekje. En dan heb je dus Pythagoras. Driehoekje, ene zijde 2,84 meter, andere zijde 1 meter. A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat. Dus de C, de schuine zijde, is de wortel van die twee opgeteld. En komt op 3 meter en 1 centimeter. Dat betekent dus dat het afstandsverschil is precies 17 centimeter. En zie je wat die 17 centimeter is? Kijk eens naar wat hier staat. Ja, ja, het is precies een halve golflengte. Oftewel, als er vanuit A een golf komt en een berg komt daaraan, en vanuit B komt ook een golf aan, alleen de berg zit op een halve golflengte achterstand. Dat betekent dus dat als die samenkomen, dat je dus een berg en een dal tegelijk hebt. Oftewel, er is dan uitdoving. Eventjes nog een keer met de twee luidsprekers. Als ik in het midden ga zitten, dan heb ik geen weglengteverschil. En betekent dus dat er een versterking is. Als ik er boven ga zitten, en dusdanig dat het weglengteverschil tussen A en B een halve golflengte is, dan is er uitdoving. Ga ik nog verder, dan krijg ik een plek waar het weglengteverschil 1 golflengte is. Maar 1 golflengte na 1 golflengte herhaalt het zich allemaal. Oftewel, dan zal de berg ook weer een berg ontmoeten. Oftewel, dan heb ik daar weer versterking. En weer verder, weglengteverschil 1,5 golflengte, kreeg ik weer uitdoving en zo gaat het constant door. Natuurlijk daarboven, maar dan beneden is hetzelfde verhaal. Kortom, als het weglengteverschil tussen die twee bronnen, en ze moeten wel een fase trillen, 0 golflengtes is, of 1, of 2, of 3, of 4, of 100.023, dan is er versterking. En die punten waar versterking is, die worden genoemd buiken. Is het weglengteverschil juist een half of anderhalf, 2,5, et cetera, zolang het maar iets met een half is, dan is er verzwakking of uitdoving en die punten die worden knopen genoemd. Je hebt dus een afwisseling van buiken, knopen en in het midden heb je een buik, want in het midden is altijd een weglengteverschil van 0. Even voorbeeld, ik heb twee luidsprekers A en B en punt P zit er vlak voor, dus als het verschil is 0, dan krijg ik daar dus versterking. De vraag is, waar is dan weer opnieuw versterking? Oftewel, ik ga punt P omhoog schuiven, dusdanig dat de as van AP min de as van BP Ja, dat afstandsverschil dan moet zijn gelijk aan versterking. Dus dan moet het afstandsverschil precies weer één golflengte zijn. Nou, laten we dus kijken. Dus ik ga vanaf punt B, ga ik naar punt P. Zo, en die afstand moet die moet gelijk wezen aan één golflengte. Nou, stel je nu eens voor, ja, geluid gaat deze kant op. Nou, dus via A gaat hij naar punt P. Dan weet ik zeker dat het afstandsverschil gelijk is aan 25 centimeter. En dat is ook het maximale afstandsverschil wat tussen B en A kan wezen. Maar ja, als dat maximaal 25 is en de golflengte is 34 centimeter, ja, dan kan het weglengteverschil dus nooit gelijk wezen aan één golflengte. Kortom, je kunt hier geen extra buik krijgen. Als die bronnen te dicht bij elkaar zitten, dan krijg je dus geen versterking. Even een ander voorbeeld, het lijkt er wel op, maar nu heb ik twee luidsprekers die op 1 meter afstand zitten. 1 meter betekent dus dat het inderdaad duidelijk groter is dan de golflengte. En de vraag is van oké, op hoeveel plekken krijg je nu versterking? Oftewel, hoeveel buiken kun je daar detecteren? Wel, de afstand tussen de twee luidsprekers is 100 centimeter, betekent dus dat weglengteverschil maximaal die 100 centimeter kan wezen. En dat is net geen 3 golflengtes. Oftewel, ik kan een afstandsverschil krijgen van 0, 1 en 2 golflengtes en meer niet. Dat betekent dus dat er 3 plekken zijn waar versterking optreedt. Daar. Maar er is natuurlijk ook nog een onderkant en daar heb je hetzelfde. Oftewel, daar heb je ook nog 2 buiken. Oftewel, in totaal heb je 5 buiken, 5 plekken waar versterking is. Dit is met geluid, maar als je deze animatie bekijkt, een waterbak met 2 bronnen, ja, en daar krijg je die watergolven, dan zie je dus ook golven ontstaan, maar er ontstaan ook strepen. En op die strepen, daar krijg je de versterking en uitdoving. Kijk, in het midden de centrale buiklijn, daar is weglengteverschil 0, dus daar is versterking. Boven en onder zijn ook nog strepen te zijn en daar is de weglengteverschil 1 en 2 golflengtes, dus ook versterking. En daartussendoor, daar is de uitdoving. Dus je hebt hier allemaal de buiklijnen en knooplijnen. Dat is met water. Geluid hebben we eerder gehad. Geluid en antigeluid is een hele belangrijke toepassing van dit stukje theorie. Antigeluid betekent dat je geluid kunt laten uitdoven door een ander geluid erbij toe te voegen. En dat wordt gebruikt bijvoorbeeld in koptelefoons. In koptelefoons zit een klein luidsprekertje, die vangt het buitengeluid op, die gaat razendsnel aan het werk en die produceert een extra geluid, waardoor het buitengeluid wordt uitgedoofd en je dus alleen maar het geluid hoort wat je inderdaad er daadwerkelijk opzet. En een ander iets is dat je niet alleen geluid hebt als golf, maar bijvoorbeeld ook precies licht. Kijk, dat kleurpatroon in een zeepbel of een laagje zeep op een laagje water, dat is ook een kwestie van interferentie. Ja, bepaalde kleuren worden uitgedoofd, zodat dus andere kleuren juist verschijnen. En dan krijg je prachtige mooie dingen. Zo, die is gaaf. Ja, let op, natuurkunde is altijd gaaf. Bedankt voor het horen en wellicht tot horens.